aantal kinderen dat in een bijstandsgezin leeft is de afgelopen jaren licht toegenomen. In 2014 waren er ongeveer 223.000 kinderen die opgroeiden in een gezin dat moest rondkomen van een bijstandsuitkering. Een jaar later, in 2015, waren dat er 226.000. Een gezin met kinderen in de bijstand heeft ongeveer €1.680 per maand te besteden. Ter vergelijking, andere gezinnen met kinderen hebben ruim 2 keer zoveel te besteden. De toename van het aantal kinderen in een bijstandsgezin is niet voor alle herkomstgroepen hetzelfde. Sinds 2014 nam het aantal kinderen in bijstandsgezinnen af voor autochtonen, Westerse allochtonen, Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers. Er was juist een toename voor kinderen afkomstig uit niet-Westerse gezinnen, met ongeveer 8.000. Daarvan is het merendeel, ongeveer 7.000 kinderen, afkomstig uit Syrië. 4 op de 5 kinderen in een bijstandsgezin groeit op in armoede. Hun ouders hebben niet voldoende geld voor geschikt speelgoed, ze kunnen niet op vakantie, ze kunnen moeilijker deelnemen aan sportverenigingen of andere hobby's uitvoeren. Heel veel dingen die voor heel veel Nederlandse kinderen vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor deze kinderen niet.